De gemeente Dordrecht is boos op Geen Moers. Boos omdat het bedrijf zegt zich niet te kunnen houden aan de nieuwe vergunning. Het gaat om de uitstoot van één stof in de lucht. Maar Geen Moers weegt nu de totale vergunning aan. Nou, we zijn verbolgen. Er zijn pogingen gedaan om tot verbetering te komen. De provincie heeft dat geformuleerd in haar vergunning. Men zegt wij doen daaraan mee. Uiteindelijk vindt toch een bezwaar plaats. Daarvan zeg ik jammer. Had niet gemoeten. En vooral geen woorden maar daden. Dordrecht heeft nu een brief gestuurd aan de staatssecretaris. Ja, er is sprake van verwarring. Het RIVM heeft een onderzoek gepleegd en die heeft gezegd, zo kijken we er tegenaan. Professor De Boer met de VU heeft recentelijk zijn onderzoek gepresenteerd, wat wij niet in totaliteit kennen. En wij vragen om dat goed naast elkaar te leggen en te kijken, welke betekenis geef je daaraan? Twee, geef ook een nadrukkelijk aan, wat is nu je stoffenbeleid? Dat is natuurlijk een nationaal debat, maar heeft ook veel betekenis ook in dit gebied. Welke stoffen vinden we wel toegankelijk, toepasselijk en welke niet? Dat is een behoefte aan, die moet ook nadrukkelijk ingevuld worden.